Word je dommer van meer keuzes? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik voel me een beetje een goochelaar als ik zo begin, maar ik heb het aan de andere kant ook altijd al een keer willen zeggen. Ik wil graag beginnen met het vragen om een vrijwilliger. Ik zie wel wat aarzeling. Ik ga niemand in tweeën zagen. Ik ga ook je mind niet fucken. Jij wilde, ik zag jouw hand omhoog. Ja. Wil jij mij helpen? Kom er even bij. Hi. Ik ben Frenk. Ik ben Kaan. Hi. Kaan, fijn dat je even wil helpen. Zoals ik al zei, ik ga je niet in tweeën zagen. Maar ik ga je wel de gelegenheid geven om deze 20 euro te winnen. Okay. En dat kun je doen door met deze twee dobbelstenen. Neem ze even in je hand. Het zijn gewone dobbelstenen. Om daarmee twee zessen te gooien. Ga je gang. Ja, twee zessen. Gooi maar op de grond. Ja. Wat is het? Het twee tweeën. Helaas. Maar je krijgt nog een kans. Ik geef je nog een kans. Weer voor die 20 euro. Maar nu wil ik je vragen om twee enen te gooien. Twee enen. Een 6 en een 5. Het was ook niet bijna, maar toch goed geprobeerd. Dankjewel, Kaan. Je kan weer gaan zitten. Dankjewel. Wie net goed heeft opgelet, zag dat Kaan de eerste keer harder gooide dan de tweede keer. En dat doen veel mensen. Als ze dobbelen. Als ze hoog willen gooien, dan gooien ze hard. Als ze laag willen gooien, dan gooien ze zacht. Soms dan laten ze die dobbelstenen een beetje zo uit hun handen vallen. En zo willen we graag op allerlei manieren proberen om het lot, dingen die toevallig zijn, op een bepaalde manier, in dit geval letterlijk, in de hand te houden. We houden er niet van om een willoze speelbal van het lot te zijn. Hè? We willen graag een beetje het gevoel van controle hebben. Ook al moeten we daarvoor ons gevoel van controle een beetje overschatten. Door bijvoorbeeld hard te gooien als je denkt, ik wil iets hoogs gooien. Maar dat zie je op allerlei manieren terug. Bijvoorbeeld als je vraagt aan mensen wanneer ze een grotere kans hebben om in een auto-ongeluk verzeild te raken. Als ze achter het stuur zitten of als ze bijrijder zijn. Dan zeggen de meeste mensen dat de kans op een ongeluk kleiner is als ze achter het stuur zitten. Nou, als de meeste mensen dat zeggen, dan klopt er natuurlijk iets niet. Dat komt omdat mensen graag hun controle over toevallige gebeurtenissen een beetje overschatten. En dat zie je ook terug in hoe dol we op controle zijn. In hoe we kijken tegen iets als keuzevrijheid. Kijk naar onze maatschappij, waar we belangrijke concepten als democratie en de vrije markt zijn natuurlijk gebaseerd op het idee dat we vinden dat mensen iets te kiezen moeten hebben. Ook als consument ga een telefoon kopen of een fles shampoo. Je zal zien dat je vaak heel veel keuze krijgt. Nou, werkt dat ook? Kun je consumenten ook makkelijker verleiden door ze veel keuzealternatieven voor te leggen? Nou, dat is onderzocht door collega's die in een chique supermarkt in New York van die tasting booths neerzetten. En op de ene dag was er bij zo'n tasting booth, waar het winkelende publiek kon dus verschillende dingen proeven, dan was er veel te kiezen, zoals hier. Veel verschillende, zoals je hier ziet, verschillende sapjes. En op andere dagen was er veel minder te kiezen. In dat geval waren het, aan de ene kant waren er 24 keuzes en aan de andere kant 6. En wat doet dat met het winkelende publiek? Nou, allereerst zie je dat waar er veel te kiezen valt, daar gaan meer mensen heen. Mensen gaan meer proeven. Die denken, 26 sapjes, daar moet wel een heel lekker sapje tussen zitten. Veel mensen die gaan proeven op die dagen dat er ook veel te proeven, te kiezen valt. Veel minder mensen worden aangetrokken door die kleine set keuzealternatieven. Maar als je nou kijkt naar de verkoop, dan zie je dat veel meer mensen iets kopen als er minder keuze is dan als er meer keuze is. Dus eigenlijk leidt een grote set keuzealternatieven tot kijken, niet kopen. Ze komen wel allemaal proeven, maar ze lopen uiteindelijk zonder flesje de deur uit. Dat is natuurlijk wat we keuzestress noemen. En dat zie je niet alleen terug bij triviale keuzes voor een sapje bijvoorbeeld, maar ook bij
veel belangrijkere keuzes. Waar bijvoorbeeld onderzoek in de Verenigde Staten heeft laten zien. En dat zien we op de volgende figuur. Daar zie je het aantal deelnemers aan een zogenaamd pensioenplan afgezet tegen het aantal verschillende pensioenplannen waar ze uit konden kiezen. En daar zie je eenvoudigweg dat hoe meer keuzealternatieven er zijn, hoe meer pensioenplannen mensen uit kunnen kiezen, hoe minder ze ook daadwerkelijk een keuze maken voor een van die pensioenplannen. Dus eigenlijk net als met die sapjes, een grote keuzeset leidt eigenlijk tot het niet kiezen van een van de alternatieven. Nou, hoe komt dat nou, die keuzestress? Er zijn verschillende redenen voor. Eén daarvan is dat als gevolg van een grote hoeveelheid keuzealternatieven ga je eigenlijk de lat hoger leggen. Zoveel sapjes, daar moet wel het ultieme sapje tussen zitten dat perfect past bij mijn smaak. En ja, uiteindelijk zijn het natuurlijk wel, blijven het gewoon sapjes. Dus het wordt ook steeds heel moeilijk voor die sapjes om eigenlijk aan je eigen verwachtingen te voldoen, zou je kunnen zeggen. Terwijl ja, als er niet zoveel sapjes zijn, dan denk je gewoon, oh ja, nou, deze eens proberen. Best lekker, maar ook weer niet zo heel lekker. Ik neem die ander. Zo zie je dus dat als mensen veel keuze hebben, ja, lopen ze eigenlijk weg. Dus keuzevrijheid is niet altijd goed voor ons. En een ander voorbeeld daarvan is hoe we kijken tegen zogenaamde voorlopige beslissingen. Daar houden we ook heel erg van. We houden van een keuze, daarop terug kunnen komen, nog kunnen ruilen, nog kunnen wisselen. Dat vinden we een geruststellend idee. Ik ben voor deze gelegenheid ook maar eens wat dingen gaan kopen. En zo heb ik deze schoenen gekocht en dit jasje. Beide keuzes vond ik best moeilijk, want er waren nog veel meer leuke schoenen en leuke jasjes. Maar een belangrijk verschil tussen beide keuzes was dat ik die schoenen nog kon ruilen en dat jasje niet. Want het jasje dat moest op maat gemaakt worden. En die schoenen, als dat een impuls aankoop zou blijken te zijn, dan kon ik hem altijd nog een dag of twee later terugbrengen. En dat voelde geruststellend. Ik had het idee dat er een vangnet was dat me beschermde eigenlijk. Maar als je me nu vraagt, waar ben je het meest blij mee? Ben ik eigenlijk meer blijer met dat jasje. Nou, hoe komt dat? Ons onderzoek naar voorlopige beslissingen laat zien dat als je mensen de keuze, de mogelijkheid biedt om op hun keuze terug te komen, dat ze dan gaan nadenken over redenen om ook daadwerkelijk te ruilen. Dus dan gaan mensen kijken, ja, die schoenen zijn wel heel erg wit en die worden natuurlijk vies en ben ik eigenlijk niet veel te oud voor dit soort schoenen. En zo'n jasje, dat kon ik niet meer ruilen. Ik denk, ja, nou, mooie kleur blauw, past goed, prima. Als de deur dicht is, dan ga je nadenken over ja, de positieve aspecten van wat je gekozen hebt. Als je nog terug kan, als je nog kan omwisselen, dan ga je nadenken over dingen die je eigenlijk ontevredener maken. En het erge van alles is nog dat waar mensen de mogelijkheid krijgen om te ruilen, ze gebruiken hem eigenlijk bijna nooit. Dus je krijgt de mogelijkheid om te ruilen. Je gebruikt hem eigenlijk niet, maar je bent vervolgens wel minder blij met wat je gekozen hebt dan als je nooit de gelegenheid zou hebben gehad om te ruilen. Dus het is niet alleen zo dat van ruilen huilen komt, maar ook van kunnen ruilen komt eigenlijk al huilen. Nou, keuzevrijheid, dat leidt dus tot onzekerheid, zou je kunnen zeggen. En zo krijgen we ook nog eens een keertje natuurlijk veel meer informatie uit allerlei uiteenlopende bronnen over al onze keuzes die we moeten maken. En zo zou je kunnen zeggen dat niets zeker is in ons leven behalve onzekerheid. En aan de UvA doen wij heel veel onderzoek naar hoe mensen onzekerheid ervaren en hoe ze er vervolgens mee omgaan. En een van de dingen die we daar steeds in terugzien is dat als mensen zelf onzekerheid ervaren, dat ze dan op zoek gaan naar iets of iemand anders die wel zeker is. Dat noemen we compensatoire zekerheid. Dus nou ja, kijk op de volgende afbeelding. Zie je iemand die dat soort compensatoire zekerheid biedt. Hè, waar je zelf denkt, nou, ik weet het allemaal niet meer. Dan zijn er bepaalde mensen die in ieder geval de indruk wekken het allemaal heel erg goed te weten. En onderzoek laat ook zien dat als mensen bijvoorbeeld controlegebrek ervaren, dat ze dan meer geloof krijgen in een sterke overheid.
dat ze ook meer geloof krijgen in een God die daadwerkelijk ingrijpt in de gang van zaken op aarde. He, dus het idee is dat waar ik geen controle heb, dat is al erg genoeg, maar gelukkig is er wel iets of iemand anders die de boel wel onder controle heeft. Nou, dan leggen we het bij iemand anders, maar we proberen ook zelf op allerlei manieren de controle terug te winnen. We doen ook vrij veel onderzoek naar bijgeloof bijvoorbeeld. Nou, een van de dingen die je er altijd in terugziet is dat als het spannend wordt, dan wordt iedereen bijgelovig. En dat zie je ook als je kijkt naar welke beroepsgroepen, zogezegd, vooral bijgelovig zijn. Sporters, ontzettend bijgelovig. He, maar vooral voor spannende wedstrijden. Tiger Woods, die had altijd op de laatste dag van het toernooi, had hij zijn geluksrode shirt aan. He, maar ook andere sporten, wel heel veel rituelen, maar nog meer rituelen als het echt spannende wedstrijden zijn. Gokkers, nou, we hebben net het al gezien, he, met het dobbelen, met gokkers zie je veel bijgeloof. Acteurs, ook natuurlijk te maken met onzekerheid op een podium, maar ook die hebben vaak veel bijgeloof. En een beetje verontrustend, de Wall Street Journal publiceerde een aantal jaar geleden een onderzoek naar beurshandelaren op de beurs in Shanghai. En daar vonden ze dat de beurshandelaren daar zich minstens zoveel lieten leiden door allerlei ideeën over maan- en zonnestanden dan door echte inzichten in de markt. Ja, maar met bijgeloof, met geloof in anderen die de boel voor ons controleren, proberen we op een of andere manier de onzekerheid in de wereld een beetje de baas te kunnen, eigenlijk. En we proberen de wereld in ons hoofd ordelijker, voorspelbaarder en het daarmee een beetje veiliger te maken. Maar een van de risico's die je daar natuurlijk mee loopt, is dat je ook wat vatbaarder wordt voor wat ik zou willen noemen als zekerheid verpakte flauwekul. En dat zie je op allerlei manieren terug. Je ziet op de volgende figuur het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma. Dat is een vaccinatie. Laat ik mijn kinderen vaccineren of niet? Dat is een onderwerp waar gelukkig de meeste ouders gewoon, die doen dat gewoon. Maar er zijn ook ouders die daar zich zorgen over maken. Die denken, waar injecteer ik mijn kinderen mee? Nou, als je dan hier naar dat vaccinatieschema kijkt, dan zie je daar allerlei hele goede info natuurlijk over welke vaccinaties de kinderen wanneer krijgen tegen welke ziektes. Maar als je onzeker bent en je twijfelt of je dit nou zou moeten doen of niet, dan kan je ook gevoeliger worden voor de boodschap zoals je hier ziet van de man waartegen geen vaccin opgewassen blijkt. Waar Donald Trump hier tweet, dus een daadwerkelijke tweet, een gezond kind gaat naar de dokter, wordt gevaccineerd en even later heeft hij autisme. Dat zie je vaak. Die link tussen vaccinaties en autisme, dat is iets waar mensen zich soms druk over maken. En wat Trump hier doet, is eigenlijk de wereld op een bepaalde manier wat eenvoudiger maken dan dat hij daadwerkelijk is. Eigenlijk zijn er twee gebeurtenissen, die vaccinatie en dat autisme, en hij maakt er één gebeurtenis van. Want die dingen die hebben, volgens argumenteert hij hier, met elkaar te maken. Dat kan geen toeval zijn, zegt hij eigenlijk. In dat vaccinatiedebat wordt ook vaak het argument gebracht, naar voren gebracht. We hebben eigenlijk veel meer vaccinaties de afgelopen decennia gekregen. En het aantal gevallen van autisme is heel erg toegenomen. Maar dat is inderdaad een correlatie. En zoals jullie begrijpen, betekent een correlatie niet dat er ook een oorzakelijk verband is. Zo kun je ook een correlatie laten zien, zoals op de volgende figuur, tussen de verkoop van organisch voedsel en autisme. Zo'n enorm sterke correlatie van bijna 1. Maar toch zullen de meeste mensen niet denken dat biologisch eten tot autisme leidt. We kunnen hier natuurlijk makkelijk lacherig over doen. Over bijgeloof en dit soort, het geloof in dit soort ideeën. En denken, kijk eens hoe dom ze allemaal zijn. En dat gaat allemaal niet over mij. Maar ik denk dat we allemaal op een bepaalde manier wel proberen in de enorme hoeveelheid informatie die op ons afkomt, proberen we allemaal de wereld wat eenvoudiger te maken dan dat die daadwerkelijk is.
Ik heb willen beargumenteren dat onzekerheid een onlosmakelijk onderdeel van ons leven is. Het is overal. Onzekerheid is niet te vermijden. En het is denk ik wel belangrijk om je te realiseren dat, dat je als gevolg van die onzekerheid en het feit dat we dat toch een beetje onprettig vinden, dat er dus wat bananenschillen her en der liggen. Dat je dus net iets gevoeliger wordt voor simpele verhalen, eigenlijk voor vaak complexe problemen. Maar om toch wat positiever te eindigen. Er is ook heel veel goeds aan onzekerheid. Allereerst, zonder onzekerheid zou het leven echt dodelijk saai zijn. Maar daarnaast hebben we de laatste tijd ook onderzoek gezien waaruit blijkt dat mensen die onzekerheid ervaren, controlegebrek ervaren, dat die creatiever worden. Het houdt je ook scherp. Je gaat, mensen gaan beter goede nieuwe oplossingen bedenken voor complexe problemen als ze een bepaalde mate van onzekerheid ervaren. Dus eigenlijk zou ik willen zeggen, wees je bewust van de consequenties van onzekerheid, maar geef af en toe ook een keer het voordeel aan de twijfel. Dankjewel. APPLAUS